We krijgen een cadeautje. Ja, en dat is de Team Rocket set. En die vind ik wel heel nice. Laten we Team Rocket kleding gaan aantrekken. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we zijn bezig met een Nuzlocke Challenge van Pokémon Let's Go Eevee. In de vorige aflevering hebben we gebattled met Erica, de gymleader. En volgens mij ben ik hier iets vergeten. Waarschijnlijk had ik deze toren even binnen moeten gaan. Want er is hier iets nog wat ik moet doen hier in Lavender Town. Ik denk dat het een goed idee is om Eevee vooraan te zetten. Want Eevee kent een Psychic type move. En als we vandaag moeten battelen tegen die gekke waarzegsters hier, dan is Eevee degene die dat moet gaan doen. We vinden hier in ieder geval even een Elixir. Kijk deze Kingler achter me aanlopen. Wat een baas, hè? Super tof. Hey Nuzzy, wat sta je hier te doen, man? Sta je hier te chillen? Dus je zegt, hey, als het Rickachu niet is, wat ben je hier aan het doen? Je Pokémon, ze zijn niet dood, toch? Ja, Diglett wel. We zijn Diglett verloren, Nuzzy. Oh, wil je? Oké. Nuzzy wil gelijk even met ons battelen. Nuzzy heeft 3 Pokémon, waarvan de eerste een Pidgeotto is. Gelukkig hebben wij nog steeds Buzzy Buzz met Eevee. Dus kunnen we als goede Pidgeotto best wel makkelijk verslaan. Buzzy Buzz op jouw bakkoes. Oeh, hij houdt echt 1 HP over. Hij gebruikt een Sand Attack. Oké, dat mag van mij. Ik hoop alleen wel dat we je gewoon raken. Ik wil eens even zien hoe die aanval eruit ziet. Bijvoorbeeld Glitzly Glow. We hebben 2 nieuwe... Oh, we hebben 2 nieuwe aanvallen geleerd. Glitzly Glow en... Wat was die andere? Darky Dark? Of hoe heette die? Baddy Bad heet die. Darky Dark. Anyway. Freaking Pidgeotto. Die zorgt ervoor dat wij een move hebben gemist. We krijgen een wing attack op ons bakkes. En ik wil nog een keer Glitzly Glow gaan proberen. Let's go. Glitzly Glow. Oké. Oh, die ziet er wel behoorlijk powerful uit. Nice, Eevee. Nice. Light screen. Made you stronger against special attacks. Kijk, dat is nice. Dan krijgen we nu te maken met Raichu. Ik denk dat dat even een prooi moet zijn voor Graveler, onze steenkop. Maar, hè? Heb jij je Pikachu gewoon geëvalueerd? Oké, ik doe Dirk. Ik denk wel dat Raichu sneller is. Ja, Raichu die doet ook een quick attack, maar dat doet mij natuurlijk niet zo gek veel pijn. Wij doen Dirk. Het is wel lastig om je in te graven in een toren. Ik ben heel erg bang dat Graveler nu op een etage hier beneden ergens ligt. Nou, blijkbaar niet, want we kunnen Raichu gewoon raken en keihard verslaan met een critical hit. Kablam! Sorry Nuzzy, maar ik ga best wel lekker. Nu, een Gloom. En Gloom is een prooi voor onze Ninetales. Pixie genaamd. Pixie die in de vorige aflevering de hele gym van Erica heeft gesloopt. Dat ging zo lekker. En ik neem aan dat deze Gloom dan ook geen enkel probleem is voor onze Pixie. Kijk. Oh, niet ge-one-shot. Is jouw Gloom zo goed? Oké, dat vind ik wel verrassend. Dat jouw Gloom beter is dan de Pokémon van Erica eigenlijk. Anyway, Gloom is down. En Steenkop groeit naar leveltje 29 en Eevee groeit naar level 31. Eevee wil Helping Hand leren, dat gaan we niet doen. Want Eevee heeft allemaal andere uber goede moves. En Nuzzy zegt, oh misschien zijn je Pokémon wel te goed. Nuzzy zegt, ah shoot, when we battled we scared of that Cubone. Oftewel, toen we battelden is die Cubone bang geworden. Die Cubone die langs ons riep. En die is nu hier ergens naartoe. Die is naar de higher floors. Nou staat hier natuurlijk weer een hele leuke coach trainer. En op zich ben ik wel vol vertrouwen dat we lekker bezig zijn. Dus ik denk dat ik dit wel aandurf. Ik ben wel heel erg benieuwd welke Pokémon je hebt. Ze is wel bang. Ze zit een beetje te trillen met haar stem. Dus ik hoop dat dat invloed heeft op haar Pokémon. Ze heeft er maar 1. Holly. En dit is een Geodude. Wat? Een Geodude? Ik had wel even een andere Pokémon verwacht eigenlijk dan een Geodude. Het is level 28. Oké, je gebruikt wel Rock Slide. Jouw Geodude is super snel. Rock Slide is een goede move trouwens. Is echt een goede move. Kijk, we zijn ook flinched. Daar ben ik niet zo heel erg blij mee. Nog een keer Rock Slide. Je moet nou wel eventjes ophouden, vind ik. We zijn weer flinched. We flinchen niet altijd, toch, van Rock Slide. Dat is niet het ding van Rock Slide, toch? Dat hij je altijd flincht. Kijk, nee, inderdaad. Nu gebruiken we Bouncy Bubble. En ik ga een beetje uit van een one-hit KO. Maar dat is het niet. Dat is het niet. En dat is altijd het geval met die coach trainers. Hè? Die zijn toch wel even wat sterker dan dat je misschien zou verwachten. Hij gaat lekker door met Rock Slide. Ik geef hem geen ongelijk, want hij had bijna mijn Eevee verslagen. Wij kunnen nu wel weer een Bouncy Bubble gebruiken. We zijn gelukkig niet flinched en dat is het einde van Geodude. Oké, top. Doei Geodude. I'm sorry my friend. En krijgen wij dan Rock Slide van haar? Eens even kijken, ze heeft iets gevonden. 5 Eevee Candies, nice. Die gaan we gelijk eens even gebruiken. Eevee Candies zorgen er namelijk voor dat Eevee op elk punt gewoon een puntje sterker wordt. Dus dat wil je, die wil je gewoon gelijk gebruiken. Het slaat nergens op om deze te bewaren. Dus gebruik die gewoon gelijk voor je Eevee. Want dat wordt je Eevee best wel sterker van. Ik zal ook wel weer even een Super Potion gaan geven aan Eevee. Ik weet niet wat er nog gaat komen, maar je weet het tenslotte nooit. We gaan hier naar boven.
En deze scène kennen we natuurlijk Nuzzy die op zoek is naar Cubone. Die Cubone aan het roepen is. Cubone, where are you? En hij ziet eigenlijk Cubone helemaal niet. En ondertussen komt er een spook naar ons toe. Nuzzy die rent keihard weg. Ja, en dat kunnen wij ook beter maar doen. De spook zegt ook, wegwezen. En Cubone die jaagt spook weg. Die zegt, nee spook, jij wegwezen. Blijf leuk dit stukje. Cubone die roept zijn moeder en die loopt weer naar beneden achter Nuzzy aan. En dan moeten wij gewoon achter Cubone aan. Klopt inderdaad dat ik dit stuk was vergeten. En dan moeten we naar de linkerkant van Lavender Town. Want jullie weten wie daar staan te wachten. Het zijn Jesse, James en Meowth. En die zeggen, we zijn hier helemaal naartoe gekomen omdat de baas dat wilde. Maar waar in de wereld is meneer Fuji nou? Er is alleen maar één plek waar die kan zijn en dat is waarschijnlijk de Pokémon Tower. Maar wij kunnen niet naar boven omdat daar een vreemde spook is. Ja, dus wij moeten nu op zoek naar Mr. Fuji. Kijk, Cubone en Meowth die worden vriendjes. Maar Jesse en James, ja, die hebben slechtere plannen. Die nemen hem mee naar de baas. En ze zeggen dat de moeder van Cubone daar ook is. Maar dat is helemaal niet waar. Jij stelt je liegabeesten, Team Rocket. Dat is echt super gemeen. En die jongen die zegt, ik zag net iets verschrikkelijks. En hij zegt, ja, de Team Rocket heeft Cubone meegenomen. En ze gaan naar Celadon City. Maar ze willen gewoon de schedel van Cubone jatten en verkopen. Hoe naar is dat, jongens? Hoe naar is dat? Zo kan je niet zijn, Jesse, James. Dit kan je niet maken. Moeten we weer terug naar waar we vandaan kwamen? Door de underground. Via Route 7, waar we inderdaad ook een Jigglypuff hebben gevangen. Naar de linkerkant. Oh, daar ligt trouwens nog een Pokéball. Die gaan we even oppakken. Wat voor Pokéball ligt hier? Het is een nugget die we kunnen verkopen voor 5000 Pokémonies. En dan gaan we naar de Game Corner waar waarschijnlijk Jesse en James nu wel zijn. Ik blijf het trouwens wel jammer vinden dat we niet hier gewoon nu ook spelletjes kunnen spelen. Jesse zegt, ah, ik heb het bijna, oh, so close. We moeten naar de hideout. En Jesse zegt, nee joh, we hebben de Cubone al gegeven. Laten we gewoon lekker spelletjes blijven spelen. Ze geven wel een hint over die poster, over deze poster. Hallo, wil jij gewoon eventjes weggaan? Oh, je wil battelen. Oké, je wil nu met ons battelen. Hij vindt ons nu vervelend worden en nu wil hij battelen met ons. Nou, let's go. Met je Raticate. Kom op, Eevee. Gooi er maar even een Glitzly Glow tegenaan dan. Even kijken of die Raticate daarvan teruggeeft. Bam. Oké, helft van zijn HP is weg. Oeh, Hyper Fang. Doet altijd pijn. Maar Super Fang had in dit geval meer effectief geweest. Ik wil mijn HP terug. Dus ik doe even een Bouncy Bubble. En dankjewel Raticate voor de HP. Doei! 420 XP. En die gast die gaat nou wegrennen. Doei! Mazzel! We drukken de poster in. Bam! En er gebeurt wat. Kijk. Team Rocket's hide. Nou, hier beneden moeten we even flink wat Team Rocket members gaan slopen. Ik hoop dat we niet voor hele grote verrassingen komen te staan. Het zou echt heel naar zijn als we hier gewoon een Pokémon verliezen natuurlijk. En hij stuurt er even een Golbat uit. En dit is ook wel lekker natuurlijk. Glitzly Glow is namelijk ook super effectief tegen Golbat. En voor Koga's Gym is dit natuurlijk ook wel een hele interessante move. Want met Koga's Gym heb ik eigenlijk vaak best wel moeite. Maar nu we een Psychic-type move kennen, ja, dan maakt het wel een stukje aantrekkelijker eigenlijk om daar straks te battelen. Bam! Een tweede Glitzly Glow op je bakkes bij Golbat. En dat is het einde van Golbat. 460 XP, dat is best wel veel. Ik hoop dat hier meer Golbats zitten, want daar krijgen we lekker veel XP van. Terwijl je net zag dat onze Sky Pidget groeit naar level 30. Wij hier een Pokéball oppakken en dat 5 Ultra Balls zijn. En dan moeten we dus onze weg gaan zoeken door Team Rocket's hideout. We krijgen een cadeautje. Ja, en dat is de Team Rocket set. En die vind ik wel heel nice. Laten we Team Rocket kleding gaan aantrekken. Ik had het best wel leuk gevonden als je nu door deze outfit gewoon niet hoeft te battelen met alle Team Rocket members die hier in dit gebouw zijn. Maar helaas, kijk, ze zien nog steeds dat wij niet bij Team Rocket horen. Team Rocket Grunt gooit er een koffing uit. Ja, en nogmaals, Glitzly Glow is wel nice nu. Kablam! One hit KO'tje. Ondertussen switch ik even naar Ninetales gewoon omdat het kan en omdat Ninetales gewoon een uber baas is. Wie zou er winnen? Ninetales. Of Rattata. Rattata doet in ieder geval wel een sucker punch. Dat betekent dat hij altijd als eerste is met die move. En ja. Ja. Wat moet ik nog meer zeggen? 123 XP. Is niet veel, maar daarmee groeit Pixie wel weer een leveltje naar level 31. Pixie gaat ook lekker. Oh, en nog een Rattata. Die gaat zeker weer Sucker Punch doen. Ze willen gewoon een beetje HP bij me wegsnoepen. Oh, niet? Oké. Okay. Nou, chill. Helemaal relaxed. Gaan we eens even kijken. Ja, hier onder de tafel liggen nog wat. In deze basis liggen superveel dingen. Dit zijn Mighty Candies. Die zijn wel nice. Mighty Candies boosten de attack stats van een Pokémon. Ja, ik ga die aan Steenkop geven.
Die heeft er wel 2 nodig trouwens. Dan is die andere voor Sky. Let's go. Oh, hier kunnen we nog niet doorheen. Dan denk ik dat we verder naar beneden moeten. Dat denk ik niet alleen, dat weet ik wel zeker. Om weer te battelen. Dit is een hele goede plek om je Pokémon te trainen natuurlijk. Dat hier zoveel trainers zijn. Oeh, een Hypno. Oké. Nou, dit komt wel goed. We hebben namelijk net niet alleen Glitzly Glow geleerd, maar ook Baddie Bad. En Baddie Bad is super effective, want het is een Dark-type move. Super effective tegen Hypno. Kijk, hoppakee, de helft van zijn HP ging eraf. We zijn nu sterker tegen... Oh, tegen physical attacks. Alleen die Hypno, die laat ons even slapen. Heb ik nog awakenings? Oh, we zijn uit onszelf wakker geworden. Nice. Eevee heeft het zo erg naar de zin dat ze gewoon gelijk wakker is geworden. Kunnen we nog een keer Baddie Bad doen? Wel toffe aanval ook trouwens. Bam. Doei Hypno. En ik denk dat we best wel wat XP krijgen hiervan. 490 XP. Nice. Sorry voor je Hypno, man. Oké, dan gaan we nu dus weer hier alle items oppakken. Yes. Wat is het? Het is een nugget. Nou, kunnen we ook weer verkopen. We hebben best wel veel nuggets volgens mij. Dan ligt hier beneden een item. Kunnen we ook makkelijk oppakken. Dat is een awakening. Nou, als Eevee niet uit zichzelf had wakker geworden, dan hadden we deze kunnen gebruiken. Hier naar links. En dan een... Oh, TM5. Rest. Dat zorgt ervoor dat je HP helemaal herstelt. Maar je valt ook 2 beurten in slaap. Dus ja, Snorlax die heeft daar wel wat aan. Maar voor de rest, ja, misschien Wigglytuff of zo. Of Clefable misschien ook wel. Nou weet ik dat hier nog een item ligt. En die ligt daar. Maar als we die pakken, moeten we weer een heel stuk terug. Nou ja, ik ga gewoon die item pakken. Je weet nooit wat het is, hè. Misschien is het wel echt een supergoed item. Wat is het? Peepee Up. Kijk. Zeker een goed item. Dat is heel handig voor moves die je maar 5 keer kan gebruiken natuurlijk. Dan kan je hem 6 keer gebruiken. Of als je er nog één gebruikt, 7 keer. Nou, we zijn ondertussen aangekomen waar we moeten zijn. Moet ik wel even de goede switch pakken. Dat is deze. En hier naartoe. Dan gaan we hier naar boven. En zijn we hier in een kantoor aangekomen. Hey, mister. Ik ga je battelen, vriend. Heb jij een Golbat? Je hebt een Voltorb. Oké, Voltorb. En Voltorb. Oh, dit is echt het meest stomme wat je kan doen. Een Buzzybus gebruiken, een electric type move op een Voltorb. Dit is best wel stom, jongens. Bouncy Bubble is volgens mij niet very effective. Dus is gewoon normaal. Yo, maar hij is net niet down. Jammer dit. Voltorb doet 1 Thundershock. Gaan wij hem even finishen met Baddie Bad. Bam! Heerlijke move. Ik ga Eevee even naar het plek 2 zetten. Want ik wil eventjes gaan proberen om met andere Pokémon te battelen. Ik heb Steenkop maar eventjes voor aangezet. Laten we even Steenkop gaan uitproberen. Hier ligt een Hyper Potion. Ligt er ook nog wat in de prullenbak? Nee, er ligt niks in de prullenbak. Hallo, mevrouw. Intruder alert! Nee, dat heeft zin, mevrouwtje. Ik denk dat jij me gewoon zelf even moet gaan battelen. Stuur er in ieder geval een Ekans uit. En als die Ekans mij dus poisont en ik de move Facade gebruik, dan doe ik dubbele damage. Dus ik ben benieuwd. We zijn allebei level 29. Maar ik denk dat ik gewoon even begin met Dig. Ekans start in ieder geval met Glare. En dat... Oh, dat paralyzed me. Dit is wel naar. Want we doen nu Dig en daar hebben we dus 2 birds voor nodig. Dus ook 2 keer de kans om geparalyzed te worden. Hij doet de Poison Jab. Mijn Dig werkt gewoon en sloopt Ekans. Heerlijk. Lekker gedaan, Graveler. Niks aantrekken van die paralyzation. Beach Boy. Onze Kingler groeit naar level 29 al. En dan moeten we nu tegen Arbok. En dan ga ik helaas toch weer terug naar Eve. Omdat Eve die Psychic-type move kent. Ja. Eve kunnen we nou zo'n beetje voor alles gebruiken volgens mij. Pak hem. Doe Glitzly Glow. Op zijn bakkes. Bam. We hebben wel 2 keer nodig. Dat had ik al verwacht. We krijgen nu een Poison Jab op onze hoofd. Die doet best wel pijn. Ja, die doet best pijn. Gelukkig zijn we niet poisoned. Maar met nog een Glitzly Glow kunnen we dit gewoon finishen. Geen probleem. Bye bye Arbok. 455 XP. Lekker hoor. Dan is het tijd voor een Paralyze Heal voor Steenkop. En ik denk even een Super Potion voor Eve. En dan gaan we kijken wat dit voor item is. Het zijn 5 Grey Balls. Moesten we hier dan verder niks doen? Is dit het enige hier? Oké. Okay. Oh ja, we moeten natuurlijk hier straks de lift in. Maar dan moeten we eerst even een lift key zoeken. Dus laten we maar weer hier naartoe gaan. En dan denk ik nog verder naar beneden. Volgens mij komen we van boven. Denk ik dat we hier... Ja, hier moeten we inderdaad naartoe. Look who finally showed up. We got word from upstairs that you were coming. Oftewel, kijk wie er eindelijk is. We hadden al gehoord dat je eraan kwam. Wat ze stoer doen, jongen. Met je ene Pokémon. Golbat. Kom maar. Go, Steenkop. Steenkop leert op level 31 Earthquake. En dat is eigenlijk ook het moment dat we Steenkop kunnen gaan evolueren naar een golem. Want daarna leert hij eigenlijk geen aanvallen meer die ik nog wil dat hij leert. Kijk eens. Lekker zeg. Ik heb best wel een goed team volgens mij, man. Volgens mij wordt dit best wel een goed team. Volgens mij kunnen we best wel heel ver komen in deze Nuzlocke Challenge met dit team. Nice. Eevee een level omhoog. Die is ondertussen al level 32. Hier vinden we Dark Pulse. Denk niet dat we die gaan gebruiken aangezien Eevee nu al een Dark-type move kent. Kijk wat hier nog meer. Hier is nog een Pokeball. Dat is een Revive. Ja, die mogen we niet gebruiken.
Nogmaals, als een Pokémon down is, dan is die dood. We mogen hem niet meer gebruiken in het spel. Ik weet niet welke kant ik per se op moet, maar ik ga gewoon lekker deze kant op. Pokéball pakken. Een X-Speed. Kijken welke kant we... Ja, dan gaan we hier naartoe. Kunnen we hier dit item pakken. Een Rare Candy. Ook lekker om te hebben. Staat hier nog een trainer op ons te wachten. Die heeft twee Pokémon, waarvan één een Rattata is. Rattata zijn op zich niet zulke hele goede Pokémon, maar Rattata kunnen toch wel een vervelende moveset hebben. Met natuurlijk Super Fang, met Sucker Punch. En zo kan een Rattata toch wel voor problemen zorgen. Kijk, Crunch kent die ook gewoon. Die doet mij niet super veel damage. Maar mijn defense is er wel door naar beneden. Ik doe een Rock Slide. En dan is het wel gelijk einde verhaal voor Reddit, hè? Nice. Wat een baas, deze Graveler. Queen groeit ondertussen naar level 30, onze Nidorina. Ja, we gebruiken Nidorina niet zo heel veel. Ik zou Nidorina eigenlijk wel meer willen gebruiken, maar ik weet vaak niet zo goed waarvoor. Toch is Nidorina goed om in mijn team te houden, omdat hij een hoge defense heeft en kan dus heel veel klappen opvangen op het moment dat je in nood zit in je Nuzlocke Challenge. Dat is een beetje je fallback Pokémon. Je ziet hem niet heel erg vaak, Nidorina en Nidoqueen. Maar uiteindelijk, als de nood hoog is, dan kan je er toch heel goed gebruiken. Ondertussen slopen we even een Voltorb alsof het niks is met Graveler. Nice. En groeit Graveler ondertussen ook naar level 30. Pokémon zijn lekker aan het levelen hier zo. En dan is het tijd om hier naar beneden te gaan. En dan zijn we hier in de, ja, een beetje in de onderste verdieping denk ik wel van de hideout van Team Rocket. We vinden hier nog een PP-up. We vinden hier een Hyper Potion. En als we hier naar boven gaan, dan gaan we Jesse en James tegenkomen. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering. Ik hoop dat je deze serie nog steeds tof vindt. Ik vind het nog steeds super leuk om te spelen. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!